Nee. Angela, waar is Rachel? Want ik heb haar niet gezien vandaag. Oh, maar Rachel zit heerlijk in de vel en ze ziet er prachtig uit. Ze gaat heel mooi zingen. Hier is Rachel. Ik vind het heel erg goed zien dat Rachel een hele grote droom heeft. Om al een keertje heeft vastgehouden, hem verloren is. En nu iets heeft van, ja luister, ik wil zo graag. Ik vond vorige week echt super tof. Ik had ook aan Angela gevraagd of ik een op tempo nummer mocht doen. En vooral Radar Love. Het is heel vaak gecoverd nummer, zelfs door de Simpsons, weet ik toevallig, geniaal. Maar jouw uitvoering vond ik erg goed en erg sexy. Bij Rachel denk je elke week, oeh, wauw, oh, het kan dus nog beter. Dus ik heb langzaam maar zeker, denk ik, dat Rachel helemaal zich aan het kwalificeren is voor de finale. It's the only way to hide a fear. What's another year? Elke ronde dat ik verder kom, wil ik iets anders laten zien van me. Van, kijk, maar zo kan ik ook zien. Dit is een onwaarschijnlijk mooi liedje. En ik vind gewoon dat je hem helemaal naar jezelf moet trekken. Je hebt twee hele tonen omhoog, hè? Ja, twee hele tonen. Dat is heel mooi. Ze gaat het heel klein houden. En daarmee laat ze dan gelijk zien dat zij dat het allerbeste kan van alle kandidaten dit jaar. Hier is Rachel. Rachel, erg goed gezongen. Heel mooi en ingetogen, dat klopt helemaal. Dat was helemaal de bedoeling. Maar is dit nu de Rachel zoals ik jou de volgende week ook ga zien? Want tot nu toe is het elke keer wat anders. Ik vind dit wel zelf heel goed bij je passen. Maar dan moet je niet volgende week weer een soort van hard rock bitch of zo zijn. Want dan weet ik het niet meer. Steve? Respect, zeg ik. Heel mooi optreden. Het is echt, volgens mij, het allermooiste liedje van het Songfestival. Helaas was jouw coach met de snel af, want ik had dit nummer heel graag aan een van mijn jongens gegeven. Dus dat is goed gedaan. Je hebt een heel mooi herkenbaar stemgeluid. Dat is heel erg belangrijk, want als jij weer een nieuwe single uitbrengt en het wordt gedraaid op de radio, denkt iedereen, hey, dat is Rachel. Goed zo. Ik denk dat heel veel mannen thuis afgeleid waren door twee dingen. Dat waren niet je stem en niet je kleding. Maar door je prachtige haar. Oh, okay. Ah, twee haren. En ik denk dat Leko bedoel ik, een verkeerde kleur heb gekozen. Want dit staat je zoveel mooier. Dankjewel. En wat heb je dit fantastisch neergezet. Ik denk dat Jonny Logan vanavond jou even apart neemt om te zeggen in je oor. You did it, girl. Heel mooi.
Wat ben je toch een topzangeres. En als jij volgende week een rode afro hebt, dat maakt helemaal niks uit. Want je kunt het allemaal aan, vrouw. Dat heb je toch laten zien. Je blaast ze allemaal weg. Echt waar. Nee, ik begrijp nu ook meteen waarom ik je nog niet gezien heb vandaag. Maar ik vroeg het haar, hoe is het eigenlijk allemaal zo gekomen? Nou, ik was er klaar mee. Je was er gewoon klaar mee? Ja, ik had zoiets van, het is allemaal zo zwaar. En ik herkende mezelf op een gegeven moment niet meer. Ik had zoiets van, nou, we gaan gewoon terug naar blond. Want zo was het eigenlijk bij de audities ook? Ja. Ja, en dan zit je lekker in je velletje. Ja. Ha. Ik ben niet blij. Ik was enorm onder de indruk. Ze heeft fantastisch gedaan. Als Rachel voor jou de X-Factor heeft, als zij torenhoog favoriet is voor jou thuis, laat het weten. 0909-1306 of sms de naam naar 3131. En dat is natuurlijk Rachel. Ja.